Ben jij op het gebied van cadeautjes echt compleet inspiratieloos? Of het nou gaat om cadeautjes geven of cadeautjes krijgen? In deze video ga ik je een aantal tips geven die altijd wel van pas komen. Ik vind het zelf veel leuker om cadeautjes te geven dan cadeautjes te krijgen. Dus ik ben zelf niet echt bezig met mijn eigen verlanglijstje. Want ja, als ik iets heel graag wil, dan koop ik het ook. Ik ben zelf een voorstander van nuttige cadeautjes. Dus niet van troepjes die je vervolgens nooit meer van je leven gaat gebruiken. Mocht je zelf een ideale cadeautip hebben waar ik zelf niet aan heb gedacht, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Want wie weet kunnen we elkaar helpen. Dus laten we maar snel met de cadeautips beginnen. De eerste cadeautip is een giftcard. Misschien is dit in eerste instantie niet heel erg leuk om te geven. Maar de ontvanger heeft er tenminste wel iets aan. En je hebt natuurlijk diverse soorten giftcards. Ik heb hier toevallig een giftcard van Coolblue. Die is trouwens nieuw sinds dit jaar. En een giftcard van Douglas. Want hoe fijn is het als je de ontvanger heel erg blij kan maken met een giftcard. Misschien heeft hij of zij wel iets op het oog waar diegene nog niet genoeg geld voor heeft. En ja, dan kan diegene het met de giftcard kopen. Cadeautip nummer 2. Kleding. Kleding is ontzettend praktisch. We dragen het elke dag. Je kan casual kleding geven, maar misschien heeft iemand wel iets specifieks op het oog. Lounge kleding, pyjama, sportkleding. Noem het allemaal maar op, maar kleding komt altijd wel goed van pas. Een sportkledingmerk waar ik zelf een groot fan van ben is Stronger. Zij hebben mij een aantal items opgestuurd waar ik heel erg blij mee ben. Zelf draag ik het heel erg vaak, of ik nou aan het sporten ben of gewoon thuis aan het chillen ben. De items zijn zo comfortabel. Dus mocht jij een sportfanaat zijn of gewoon op zoek zijn naar een leuk sportsetje, dan heb ik ook nog een kortingscode voor jullie. Poetry20. Maak er zeker gebruik van. Helemaal als je nog een cadeautje moet kopen. En na sportkleding is het misschien ook wel leuk om wat sportattributes te geven als cadeau. Dit zijn van die elastieken. Maar je kan natuurlijk ook gewichtjes geven. Deze elastieken zijn echt top. Hiermee kan je verschillende body workouts uitvoeren. En een extra reden waarom ik hier zo'n groot fan van ben, is dat het een zakje heeft aan de achterkant. Dus hier kan je eventueel een sleutel in opbergen. Misschien denk je hier in eerste instantie niet direct aan. Maar geef een persoonlijk cadeau. Dit kan een fotocollage zijn, een fotoboek, een tekening, een ander soort illustratie, een fotocollage, een brief. Ga zomaar verder. Ik vind persoonlijke cadeautjes heel erg leuk. Het hoeft ook niet veel te kosten. Je kan ja, met pen en papier al heel ver komen. Deze illustratie heb ik door iemand laten maken. En vervolgens heb ik hem af laten drukken op canvas. Dus deze ga ik geven aan mijn vriend. Sieraden geven is altijd een optie. Of je nou een cadeau geeft aan een man of vrouw. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te investeren in een goed sieraad. Zodat diegene heel lang met dat sieraad kan doen. Of als je niet zoveel budget hebt, kan je natuurlijk ook wat fashion sieraden kopen. Die zijn relatief wat goedkoper, maar die gaan niet super lang mee. En ik ben persoonlijk zelf een voorstander van sieraden die wel ja, lang mooi blijven. En tegenwoordig kan je ook op diverse websites persoonlijke sieraden maken. Dus sieraden met initialen. Of je kan iets op het sieraad laten graveren. Zo krijgt de sieraad dan ook een persoonlijke touch. Dus dat is ook een leuk ideetje. Een aantal sieradenmerken waar ik zelf een hele grote fan van ben zijn Ana Luisa. Daar heb ik nu ook een aantal oorbellen van in. En deze ketting die draag ik echt bijna elke dag. Lucardi heeft ook nog best wel vaak leuke items. Dan koop ik ook best wel veel ringen van Cincy. Pandora, daar ben ik ook een hele grote fan van. En zo heb ik nog veel meer sieradenmerkjes die ik zelf heel erg leuk vind. Maar dat zijn toch wel mijn topmerkjes waar ik mijn sieraden vandaan haal. Misschien is dit wel voor de hand liggend, maar verzorgingsproducten en make-up producten zijn ook echt goede cadeautjes om te geven en te krijgen. 9 van de 10 keer maak je er toch wel gebruik van. Je hoeft geen ingewikkelde producten te kopen. Als je bijvoorbeeld niet weet wat iemands foundation kleur is, dan hoef je ook geen foundation te kopen. Maar dingen zoals lippenbalsen, mascara, bepaalde cremmetjes, daarmee zit je altijd wel goed. Ik ben zelf een hele grote koffie- en theeliefhebber. Dus dit zou voor mij een heel leuk cadeautje zijn. Maar mocht iemand anders een favoriete drankje hebben of een snack,
dan kan je dat natuurlijk ook als cadeau geven. Maar ik zat zelf te denken aan een koffiepakket of een theepakket met allemaal lekkere smaakjes. Ik denk echt dat je een koffie- of theeliefhebber hier zo blij mee kan maken. Ik heb hier toevallig een aantal producten van een nieuw koffiemerk dat ik laatst heb ontdekt. Het heet namelijk Uburio. En dat betekent ook nog kans in het Swahili's. Heel erg leuk. Ik heb hier koffiebonen, koffiesiroopjes en een superleuke to-go beker. Naast dat die heel erg makkelijk is om mee te nemen, kan je hem ook om je schouder doen. Dus mocht je handen vrij willen hebben, dan kan je hem zo meenemen. Dus dit is top. Ondanks dat dit heel leuk is om weg te geven, ga ik deze beker wel zelf houden. Want ik wil er zelf gebruik van maken. De verpakking van deze smaakjes zien er ook nog eens zo leuk uit. Echt aesthetically pleasing. Dus zo leuk om cadeau te geven, om te krijgen. Dan, iets wat ook altijd handig kan zijn, zijn interieur of huishoudelijke artikelen. Je kan heel erg duur doen. Dus je kan bijvoorbeeld een stofzuiger kopen voor iemand. Maar je kan ook heel basic bijvoorbeeld schoonmaakmiddel geven. Ja, het is misschien niet een heel leuk cadeautje, maar het is wel praktisch. En als je dat nou leuk in een pakketje samenstelt, dan ziet het er toch wel wat leuker uit dan dat je zomaar een afwasborstel of zo cadeau geeft. Maar je kan natuurlijk ook wat decoratie-elementen cadeau doen, zoals een aroma diffuser, een nachtlampje. Kaarsen komen altijd wel goed van pas. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om naar de persoon te kijken aan wie je een cadeautje geeft. Want dan maakt het zoveel makkelijker. Want al mijn tips zijn heel erg algemeen. Want het is heel erg lastig om specifiek voor een persoon een cadeautje te bepalen. Want ik vind bijvoorbeeld een aroma diffuser heel erg leuk. Maar misschien vindt een andere persoon het helemaal niks. Dus het is heel erg kijken wat de persoonlijke voorkeuren zijn. Wat ik altijd op mijn verlanglijstje heb staan, zijn boeken. Boeken zijn top cadeaus om te vragen en om te krijgen. Ik ben zelf een persoon die nooit boeken koopt. Ik vraag het altijd. Want ik vind lezen leuk, maar ik vind boeken gewoon veel leuker om cadeau te krijgen dan zelf te kopen. Dus mocht je nog een aantal boeken willen lezen, zet het dan op je verlanglijstje. En misschien kom je wel een boek tegen waarvan je denkt van, hey, dat boek is echt ideaal voor die. Of dat boek moet die persoon echt een keer gaan lezen. Geef het cadeau. Dit zijn een aantal boeken die ik zelf cadeau heb gekregen. We hebben hier Self-Love Talk, 5 minuten meditatie en een maandjournal. Dit zijn zeker goede aanraders om te geven of om op je verlanglijstje te zetten. Dan zijn gift sets echt top. Mocht jij echt nul inspiratie hebben wat je iemand cadeau wilt geven, koop een gift set. Het voorwerk is al voor je gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is keuze te maken wat voor gift set je gaat geven. En tada, je hebt je cadeautje. Hoe chill is dat? Je kan zelf natuurlijk een leuk gift set pakketje samenstellen. Maar je kan er ook gewoon voor kiezen om een kant-en-klare gift set te halen. En de allerlaatste tip. En dit is een tip waar ik zelf ook gebruik van ga maken. Namelijk, geef een activiteit cadeau. Het is zo vanzelfsprekend om een fysiek voorwerp cadeau te doen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van, goh, ik neem jou een keer mee uit eten. Dat is op dit moment een beetje lastig tijdens de pandemie. Je kan bijvoorbeeld werken met tegoedbonnen. Dat je een bon maakt van, hey, je krijgt een keertje nog dit van mij. Of we gaan een keer een dagje weg. Ik vind het veel leuker om tijd met iemand te spenderen. Vaak is dat ook waardevoller dan dat je een fysiek product van iemand krijgt. En als je materialistisch bent, zijn producten heel erg leuk om te krijgen. Maar als je een beetje minimalistisch wil leven en je wilt geen onnuttige cadeautjes krijgen, dan zijn activiteiten heel erg leuk. En voor nu is het heel erg lastig om een activiteit echt cadeau te geven. Maar wie weet voor in de toekomst. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben gehad. Het was natuurlijk heel erg algemeen. Maar soms is het wel fijn om toch wel even die kleine reminder te krijgen van, oh ja, dat is ook nog een leuk ideetje. En heb je nou zoiets van, Sabrina, dit is echt een gouden cadeautip. Dit moet iedereen weten. Laat het dan hieronder in de reacties achter. Soms ben ik ook inspiratieloos en dan denk ik, wat moet ik nu weer? Ik heb geen idee, maar ja. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!